Goedemorgen. We zijn hier vandaag aan het Amsterdam Rijnkanaal bij Breukelen. Hier rechts van mij hebben we een heel bekend parcours zitten waar veel wedstrijden gevist worden. En hier links zit het parcours van Loenen. Ik wou eigenlijk op het wedstrijdparcours gaan zitten, maar ze waren daar met de weg bezig. Dus ik ben een stukje verder gaan zitten. Dit is ook voor mij een nieuw plekje. Ik moest zelf eventjes wat ruimte maken om te gaan zitten. Ik ga jullie vandaag meenemen in de visserij, hoe ik dat hier aanpak. En ik hoop dat ik jullie wat leuke tips kan geven. En wat nog belangrijker is, ik hoop dat we een visje gaan vangen. Vandaag heb ik gekozen voor twee afstanden, 20 en 30 meter. Dat zijn eigenlijk de geëikte afstanden hier zo. Dus als je zeg maar op 34 meter ingooit, dan ga je peilen. En als je denkt, hier heb ik het randje, dan kom je meestal zo rond die 28, 32 meter, daartussenin kom je uit. Dat is voor mij nu de lange afstand. Kort ben ik op 19 meter. Er zit anderhalve tel verschil in met het peilen, met het zinken, met het loodje. Om te kijken van, joh, waar gaan we ze vangen. Is het op die 30 of is het op die 20? Dat is altijd even afwachten. Ik heb twee steunen staan. Waarvoor? Nou, er ligt heel veel drijfvuil in nu. En daar kan ik mijn hengel even omhoog zetten om net over het vuil heen te vissen. Qua montage heb ik twee hengels met een vaste montage, met een voorslag en eentje met powergum. Het is warmer weer, de beten zijn in principe wel goed, maar door het hele vele drijfvuil wat je hebt, als je met voorslag vist en je draait op, blijft er een prop vuil vaak aan je voorslagknoop zitten. En daardoor draai je top kapot of ga je vissen verspelen. Daarvoor heb ik heel vaak een hengel gewoon rechtstreeks en een stukje powergum bij me. Want dan heb je veel minder last van de vuil op je voorslag. En, dus ja, opstarten begin ik met een gaaskorfje. Mocht ik daaraan bepaalde vissoorten gaan vangen of beet gaan krijgen, dan ga ik daar mijn korf vaak op aanpassen. Als de vissen eenmaal op de bodem azen, dan ga ik over naar plastic. En moet ik meer aas gaan brengen, dan ga ik over naar een window. Ik hoop dat we het een en ander gaan vangen. Dan kan ik jullie laten zien wat het verschil gebracht heeft. En ja, daar wou ik het eventjes bij laten. We zijn nu een half uurtje aan het vissen. Ik heb kort even gekeken, lang even gekeken, maar we hadden nog geen indicaties. En nu komt de eerste mooie vis van de langere lijn af. Dus even afwachten of dat we daar nog meer gaan vangen of dat we nog kort. En anders dan voer ik kort alleen nog erbij voor als de beten helemaal wegvallen. En dan ga ik de lange lijn goed aanpakken. In de hoop dat we er daar een goed visje op kunnen vangen. Nou, ik gebruik gewoon de kant-en-klare onderlijnen.
Die zijn een meter lang. Dat vind ik zelf persoonlijk voor nu iets te lang. Dus ik kort hem ongeveer 20 centimeter in. Daar gebruik ik zo'n looptijertje voor. Dat is heel makkelijk eromheen. Twee slagen over het oogje heen en klaar. Vis met een lussysteempje. Aan het einde heb ik een lusje zitten. Soms heb ik er een knoopje zitten, maar ik merk als ik met floaters vis en ik maak mijn onderlijn vast in een lusje, een lange lus, dat die minder twist. En gewoon lus en lus verbinding. Dan heb ik ongeveer nu, ja, ik denk in totaal 90 maximum meter. Haakmaatje is nog 16. Mochten de grotere vissen gaan komen en ik kan met grotere aas ze gaan vangen, dan schakel ik over naar 14. Dan is de onderlijn ook iets steviger. Momenteel heb ik er twee stukjes spieren aan zitten. Knip er een stukje vanaf. Dan loopt hij een beetje leeg. Dat wil soms de beten wel versnellen. Nou. Daar had ik ook wel even mee kunnen wachten. Heel vaak kan je vrij statisch vissen hier zo, voor de wat dikkere vissen. Of algemeen op een water. Mijn voorkeur gaat bij zo'n kanaal als dit om maximaal 5-6 minuten te laten liggen. Het is heel druk met de scheepvaart en je voer is zo weg. En als er een paar grote lummels overheen komen, is het ook weg. Dus ik hou meestal max 6 minuten aan. En dan een beetje ritme blijven houden. Dat je constant vers aas brengt. Het kan zomaar zijn dat je een uur aan het gooien bent, dan vang je helemaal niks. En dan op een gegeven moment vallen ze erop en dan kun je ze slag op slag vangen. Vaak voor een boot en na een boot, dan komt er toch weer wat beweging in het water. Krijg je vaak beet. Dus mijn voorkeur gaat vaak ook uit, ook al komt er een boot aan, gooi maar gewoon in. Vis nog met een vrij grote korf. Mochten de beten nou snel achter elkaar komen, dan schakel ik vaak graag over een iets kleinere korf. Want hij, dan breng ik gewoon wat meer aas in, wat minder voer. En als je met een grote korf snel vissen achter elkaar vangt, dan verzadig je vaak je stek alweer. Met pieren gevist was hem niet.
Toen ging ik over naar Maden, daar kreeg ik beet op voor de kleine vis. Ik denk, nou, ik pak een lichtere hengel en ik ga het met twee pinkjes vissen. En in die tijd dat ik die hengel ging uitlopen, had ik hier een dikke pier aan gedaan. Een kopje. En nou schijnt het toch, of blijkt het toch, dat ik met alleen een pierkop toch de wat grotere vissen eruit ga halen. Ik wou eigenlijk net overschakelen, maar ik kijk het eerst nog eventjes aan. En anders gaan we kijken dat we met een licht topje en een klein haakje de kleinere vissen kunnen vangen. We hebben heel veel last van drijfvuil. Dus dat is, dat vermoeilijkt het vissen op kleine vis wel. Ik heb nou in deze hengel heb ik een 1-ounce top zitten. Waarom? Ja, het stroomt hier hard. En ik ga ervan uit dat ik met deze hengel toch de wat grotere vissen vang. Dus dan hoef je niet met een 0,5 of 0,7 topje te vissen. Ze trekken op zo'n stromend water de top toch wel rond. Mocht dat dan niet het geval zijn, dan schakel ik wel over naar die power gum. En dan ga ik een kleinere haakjes en dan 1 of 2 pinkjes eraan. Als je nou helemaal niks vangt en je vangt toch een paar kleine visjes, dat is met een wedstrijd, kan dat toch weer de winst opleveren. Want dan is iedere vis er één. En als je nou wel die grotere gaat vangen, dan kan je beter daarvoor gaan, maar je moet zoveel kleintjes vangen om een vis van een kilo te vangen. En vissen nou weer even met de top omhoog. Dat komt eigenlijk door het drijfvuil wat ik hier beneden heb liggen. Zoals ik net vertelde, dan blijft het achter je knoop zitten. En dan verspeel je of je vissen of je draait je top kapot. Tegen de top hoog aan met vuil. We hangen net 2 vissen kort achter elkaar. Kijken of het door wil gaan. Ik ben nu ook overgeschakeld naar een plastic MS-korf. Een blokkorfje. Ik wil toch wat aas nu wat meer op de bodem gaan brengen. De eerste uur, anderhalf uur heb ik hem met gaas opgebouwd. En nu wil ik gaan kijken als ik aas gewoon op de bodem breng met wat natte voer. Dat dan beter wat beter doorkomen. Er zit wel vis, maar het is veel kleine vis. Af en toe een tikje of een donderpad. Vandaag was mijn keuze om met 2 montages te vissen. Eentje met een vaste lus en een stuk voorslag erop. De andere vis ik rechtstreeks met power gum. Nou, ik heb net al in het filmpje verteld, we hebben heel veel last van drijfvuil. Dus wat is het voordeel nou als je met power gum vist? Dan heb je geen knoop voor je voorslag. Dus en, als je vuil je voorslag krijgt en je draait door, dan draai je top kapot. De ene hengel heb ik een wat lichtere top in zitten, voor als de kleine visjes moest gaan gebeuren. En hier heb ik een 1-ounce top in zitten. En dat is meer voor de stroming. Je hebt meer druk op je lijn, anders staat je top helemaal haaks om en dan zie je de beten niet. De onderlijnen heb ik in moeten korten, want de aanbeten kwamen vrij snel en begon slikkers te krijgen. Dus ik ben in principe van 80 ben ik naar 60 gegaan. En we hebben nu 17 vissen op de teller staan. Dus
We mogen weer praten over een geslaagde dag. Mijn hengelkeuze was voor de vaste montage de Supera X. Waarom heb ik daarvoor gekozen? Deze heb ik op de verre lijn. Vis wat zwaarder, wat stuggere top erin. En voor de kortere lijn en de lichtere visserij heb ik de Essentie gepakt. En daar heb ik een 0,75 topje in zitten. En eentje heb ik er met een voorslag. En de andere is rechtstreeks met de powerbum. Dus gewoon even een iets lichtere hengel om voor de kleinere vis wat fijner te kunnen vissen. En de wat zwaardere hengel voor de grotere vis. Met deze vis gaan we de dag afsluiten. Het was een mooie visdag. En op deze vangen hebben we 18 vissen gevangen. Schat ongeveer een kilo of 11. En ik hoop dat jullie er wat van opsteken. En wie weet tot de volgende keer aan het Amsterdam Rijnkanaal.